Hoi, ik ben Marianne en dit is een nieuwe Plan met Mar van de eerste week van maart. Natuurlijk is die week al langer geweest. Mijn excuses daarvoor, want ik loop een heel eind achter. Maar dat maakt niet uit, want ik ga hem alsnog plannen. Ik probeer zoveel mogelijk in te halen, maar ik ga hem alsnog plannen. Deze week heb ik zelf stickers weer gemaakt met het thema piraat. Of in ieder geval iets in die richting. Ik heb zelf fallboxes gemaakt. En deze drie heb ik geprobeerd om zelf een patroon te maken via Illustrator. Dat lukte niet altijd. Even kijken, hier hebben we nog washi-achtige strips om het bij te vullen. Headers, halfboxes. En dan heb ik hier de washi-strips voor de onder, mocht ik dat willen gebruiken. Ik denk het wel. Datecovers hier en hierboven. Zijbalken noem ik het maar even en een weekend banner en als laatste heel wat decoratieve dingen die ik zelf heb ontworpen, behalve de papegaaitjes. Die heb ik via Google gevonden. De rest heb ik allemaal zelf gemaakt en het ziet er misschien niet echt duidelijk uit, maar dit moet de munten voorstellen. Ik heb van de HEMA, 1 euro was die, deze stickers gevonden met fietsjes, hartjes, sterretjes en ankers. En die ankers wil ik dus gebruiken voor bij dit thema. Ik ga gelijk beginnen.
spread van het begin van maart. Ik vind hem vrij druk. Niet alles is overzichtelijk duidelijk. Maar dat is ook alleen maar een mooie leerpunt van mezelf. Ik merkte bij de HEMA-stickers dat de ankers vrij snel scheurden. Foutje van mezelf is dat ik hier al te vroeg de weekendbanner heb opgeplakt, waardoor ik wat wit overhield. Dit is bijvoorbeeld niet te zien. Wel oké, je ziet de stickers hieronder misschien niet zo goed, omdat de strip vrij druk is. Maar dit was de spread van deze week. In ieder geval van het begin van maart. Ik hoop dat je hem leuk vindt. Vind je hem leuk? Ram dan even op dat like duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor nog meer plannen met Mar. En dan zeg ik tot de volgende video.